Hallo en welkom bij Pauls Melotto en Stof. Vandaag met aanwijsstokje. Ik heb hier op de grond wat liggen wat veel te groot is voor mijn werkbank. Dus even op deze manier. Ik had het de vorige keer al over dat ik kastdelen had. Dat zijn deze platen. Met mooie metalen delen aan het einde die vast te maken zijn. In een van die stallages. Ik ga proberen meerdere van deze planken aan elkaar te maken, zodat ik minder poten nodig heb. Maar ik heb nu dus mijn rails neergelegd in een layout die een beetje lijkt op wat het moet gaan worden. Even kijken. De locomotieven komen uiteindelijk komen binnen via de helix die hier net buiten beeld komt te staan. En via deze wissels kan een spoor geselecteerd worden. Hier zitten nu korte oude Lima stalen rails tussen. Dat worden dus lange stukken rails, daar kunnen de treinen staan. Dan volgt er een set van Engelse kruisingen met wederom een lang stuk. En door dan het stuk wat hier niet ligt vrij te houden, zou het mogelijk zijn om vanaf elk van de willekeurige opstelsporen altijd naar de uitgang te gaan. Hier. Vanaf hier komt er een lus, lekker zo ook buiten beeld. Die komt uiteindelijk uit op deze en gaan we terug de helix op via de buitenkant. Dat is de bedoeling. Nou, ik heb hier nu flutwissels. Die zitten wel in elektrische aansluiting op, maar ga ik niks meer doen. Ik ga deze gewoon gebruiken om met wissel mee te rijden. Dus gewoon door ze niet te verzetten en de trein zelf die tongen te laten verzetten. En dan eigenlijk gewoon dus puur samenvoegsporen, verder niks. Deze hier is wel nog een goede wissel. Als ik nog een rommelwissel had, zou ik hem vervangen. Want ze hebben eigenlijk verder geen echt actief nut. Dat zijn alleen maar deze hier. Die gaan nog voorzien worden van... Kijken van deze Fleischmann elektrische wissels, zodat ze allemaal elektrisch zijn. De Engelsen hebben dat al. Ik heb hier ook nog wat 5 mm stukken tussen gezet, zodat dit ook past met die grote blokken, zodat het niet in de weg ligt. En het is echt nog even een test opzetten. Deze moet natuurlijk aan dezelfde kant komen te zitten als die. Deze moet aan dezelfde kant komen te zitten als die. Dan zitten ze allemaal wel goed. Als ik nog meer Engelse wissels zou hebben, dan zou ik er nog een paar bij plaatsen en hier nog een extra rij maken. Die heb ik nu niet, dus dat is misschien nog iets voor later. Het volgende project is de Helix. Ik zit nog steeds te wachten op materialen. En als dat lang gaat duren, dan ga ik misschien toch deze plank aan elkaar gaan monteren. En kijken hoeveel ik er aan elkaar kan doen terwijl het nog voldoende steun geeft. Ik zie in ieder geval wel dat voor mijn opstelsporen deze planken breed genoeg zijn. Dus daar ben ik wel blij mee. En ik heb er nog een aardig wat meer liggen. Kijk, nog zo'n stapel. Dat is de voortgang tot nu toe. Als ik hier echt mee verder ga, dan wordt het gatenboren, kabels aansluiten, overal nog isolatielassen tussen zetten, zodat ik ook kan kijken of de sporen bezet zijn of niet. Nog meer kabels aansluiten, ik wil het niet weten. Maar dit was even een exercitie om te kijken wat past er eigenlijk op deze planken. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.